Hey allemaal, ik ben Bart, kinetisch kunstenaar. Ik bewegende kunstwerken en vooral onvoorspelbaar bewegende kunstwerken. Dat is een grote fascinatie voor mij. Oorspronkelijk kom ik uit Bovenkarspel, een dorpje naast Enkhuizen. Maar ik woon nu eigenlijk al 6 jaar in Utrecht. We zijn hier op mijn studio. Dit is eigenlijk mijn werkplek, maar ik deel hem met 3 anderen. Emilio, Bas en Jeroen. Het Zuiden Zeemuseum heeft mij gevraagd om met het onderwerp fiets, echt zo'n Nederlands icoon, aan de slag te gaan. Super leuk onderwerp, want de fiets is eigenlijk een soort van kinetisch kunstwerk waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben. Ik heb een grote installatie verzonnen waarbij een groot fietswiel in evenwicht hangt en elke keer door het asfalte wiel, symboliseert eigenlijk het wegdek, omhoog gestuiterd wordt. Hier zien jullie alvast het fietswiel. Heb ik helemaal zelf gemaakt. Van de spaken tot de naaf, tot de velg en de band. Heel leuk proces om het fietswiel opnieuw uit te vinden ook eigenlijk. Verder zien jullie hier nog een enorme kist. Deze kist komt uiteindelijk in de grond te zitten. Daar zien jullie niks van. Maar nu wel via het filmpje gelukkig. Hier komt het asfalte wiel in te hangen en hier zit ook wat elektronica in. Dus een motor en snelheidsregelaar en natuurlijk een pomp om te zorgen dat het allemaal droog blijft. Dit was mijn videootje. Ik hoop jullie natuurlijk allemaal te zien in het Zuiderzeemuseum. En ik wens je nog een hele fijne dag natuurlijk. Oké, joejoe.